alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5LSPD Varmoor en vandaag gepot met Wim met de T6. Die blijft toch mooi. Dus ja, die pakken we vandaag wel lekker. We gaan de straat op eigenlijk niet zo heel veel bijzonders te melden. Meldingen. We zijn in ieder geval ingemeld, dus meldingen staan aan. Dus wie weet wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Eerste melding komt. 3-2. 3 zelfs misschien. Prio 1, hoor ik. Ja. Oké. Daar is dus, daar wordt dus iets gesloopt. Blijkbaar, ik zou zeggen, er is iets kapot gemaakt. Maar er is, op dit moment, wordt er iets kapot gemaakt. Dus een heterdaadje. Dus we gaan eens kijken. Ja, ik zag het gebeuren. Wie was de melder? Die staat hier zo. Of hier staat iemand te zwaaien. Ik neem aan dat dit de melder is. Goeiedag meneer, hallo. Heeft u 1-2 gebeld? Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou ja, ik heb nu een besmelding gekregen. Er is een groep over daar die zit met graffiti spuiten. Oké. Hoeveel personen heb je gezien? Ze waren er 2. Oké, dankjewel. Ik ga eens met ze praten. Voor mij alvast wat gegevens, even snel. Veel snel. Oké, dankjewel. We gaan eens kijken. En waar had hij het over? Ik vermoed... aan de overkant. Daar staan er 2 namelijk. We zijn niet op heterdaad kunnen betrappen. We zijn nog een beetje aan het kijken. Oh, nu gewoon eens staan. Echt een heterdaad voor te zijn, zeg maar. Als je ze echt ziet spreken, kun je spreken van heterdaad, maar nu hebben ze het in de handen, is het waarschijnlijk nog nat. Dus ik hou ze beide even in de gaten. Goeiedag meneer, wat ben je hier aan het doen? Huh? Officieel ben ik niks aan het doen. Ja, zie je, dan krijg je dit dus. Hoe is het dan met die graffiti? Het heeft niks met mij te maken, nou je hebt hem wel in je handen. Heb je wel nog dingen bij die je bij mag hebben? Ja, ik heb een vuurwapen. Oké, dat is een verboden wapen. En dat is in Nederland nou eenmaal zo. Ja, maar in Amerika mag dat. Kijk, hij gaat sprayen, denk ik. Ja, maar nu spelen we in Nederland. Dus even luisteren, kameraad. Ik ga je aanhouden. En ik ga geen rare dingen doen. In ieder geval even de boeien omdoen en dan gaan we even kijken naar het vuurwapen. Oké, goed. Dan ga ik jou even fouilleren. Waar zit dat vuurwapen precies? Ja, een handpistool. Je mag hier op je knieën gaan zitten. Nee, dat was niet. Nou goed. Dan gaat er naar eenheid jou komen ophalen. En hij zit daar nu daadwerkelijk te sprayen. Dus die gaat ook even mee. Blijf hier even staan. Goeiedag schotel. Hallo. Wat ben je hier aan het doen? Mensen moeten weten of mijn gang. Ja, maar dat is niet jouw eigendom. Heb jij ook dingen bij die niet bij me heb? Ik wil van jou ook even een identiteitsbewijs zien. Wel, Mark. Oké, Mark, luister eens het volgende. Ik ga jou ook aan, of in ieder geval even fouilleren. Of jij niet ook iets te maken hebt met dat vuurwapen. Ik heb zijn gegevens al. Dus je mag even omdraaien. Als we zijn gegevens nu hebben vastgelegd en hij heeft verder niks bij of
Ja, straf. Ja, het is strafbaar, maar je hoeft er niet voor worden aangehouden te worden. Spreken had hij. Dan mag hij het gebied verlaten en dan krijgt hij geloof ik een... of is het vernieling en moet je daarvoor aanhouden? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het gaat in ieder geval worden... Hij zal zich moeten gaan... Nee, je moet aanhouden denk ik. Toch? Ja, ik geloof het wel. You're under arrest, you piece of crap. Dus jij gaat ook met ons mee. Transporteenheid. Dan zullen we de melden nog even inlichten over de situatie. Oftewel dat twee man zijn aangehouden en dan kunnen wij weer door. Hallo. Hallo. Nou, ze zijn aangehouden zoals je ziet. U kunt ze weer weg vervolgen. En klaar. Oh, moet ik ook nog evidence oppikken? Ja, dan had ik zijn spray-can gebeuren. Had ik wel gepakt, maar ik wist niet dat dat moest. Daar lag er eentje op de grond namelijk. En niet precies wat het is, maar we zoeken iemand of iets. Via een ANPR camera is die gespot. En hij zou in dit gebied moeten rijden. Betrokken bij een hit and run, las ik even snel. En dat is doorrijden naar of verlaten plaatsongeval, doorrijden naar een aanrijding. Hier. Of ja, ik zie hem nog niet, maar hij is verplaatst, dus hij rijdt sowieso, dat dacht ik ook wel al. En dan zou hij hier moeten rijden. Is het deze auto misschien? Nee. Fired on Dorset Drive. Respond code 3. Krijg je een melding van een persoon, een meneer met een... even kijken, is dit Wim wel? Nee, dit is Wim. even kijken, ja, zojuist hadden we die persoon natuurlijk niet meer aangetroffen. Met de ANPR hit. Dat had ik waarschijnlijk al in de beschrijving, of in ieder geval in de video gezet. We zijn een tijdje verder aan het patrouilleren en nu krijgen we een melding van een persoon die met een toch wel flink vuurwapen mogelijk rondloopt. En er zou mogelijk ook wel geschoten zijn. Daarop zijn we hier met meerdere eenheden aan het zoeken. Maar ik heb de exacte locatie waar ik dus nu meteen naartoe ga rijden. Er zou dus mogelijk geschoten zijn. Daarom hebben we ons kogelweer en vest aangetrokken. Sowieso iedereen met een vuurwapen gaan wij benaderen met een kogelweer en vest. Als we het op voorhand weten. Zo had je toen straks natuurlijk die meneer met de graffiti. Als ik had geweten dat hij een vuurwapen op zak al had van tevoren, had ik die ook anders benaderd dan dat ik nu deed. Maar soms kun je dat gewoon niet weten. Hij rent hier. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hey,
zijn bijna dood. Roger, we're heading over now. Hij komt op mij af, ik ga dit niet overleven. Ik weet alleen niet wie met die shotgun schiet. Ik zie hem niet, ik zie hem niet, ik zie hem niet. What the fuck is die? Oh hier. Hij heeft zijn pak aan, wat... Ah shit, omstanders, kut! We schoten gewoon op zijn hoofd en hij ging niet dood. Nu spanning is goed, dus iets verder op de straat. Bij het ziekenhuis. En dan kunnen we met mijn auto nog wel even weer die kant op. Hoppa. Ik denk aangehouden of dood. Een van de twee. Deze hier is er ook. Even een mooi plaatje trekken, schieten. Niet letterlijk schieten. Met de DSI samen. Ja, nee, goed, jammer. Het was natuurlijk zo, wij komen hier aan. En hij, je kunt twee dingen doen. Of hij kan twee dingen doen. Schieten of niks doen. Of ja, wel wat meer opties, maar... Dat zijn de meeste dingen. Met niks doen bedoel ik dan ook gewoon wegrennen of stil blijven staan, maar niet schieten. Dat deed hij wel en meteen ook goed, want hij schoot mij meteen via de zijkant door het raam in mijn arm en zo. Dat wordt natuurlijk niet beschermd door kogelwerend vest. Dus ja, toen was ik al heel veel leven kwijt. Ja, en toen schoten we met z'n allen en toen dacht ik laat ik eens beginnen met te schieten op hem. En ik weet niet eens wat gebeurde. Ik geloof dat ik een omstander raakte. Ik raakte zelf in paniek. Nee, ik raakte niet in paniek, maar ik dacht wel shit. Misschien moest ik zelfs nog herladen, dat weet ik niet. Maar hij stond op, hij schoot een paar keer op mij en hij had mij te pakken. Nou goed, in ieder geval, we gaan door. Kijken wat de rest van de dienst nog gaat brengen. Gelukkig is dit GTA en kunnen wij dus gewoon verder gaan waar we zijn gebleven. En hoeven wij niet dan wel in een lijkzak te liggen of in het ziekenhuis heel lang te blijven. Got an overdose civilian in Rockford Hill. Respond code 3. Naar een persoon met toestemming. Of wij gaan met toestemming naar een persoon die mogelijk een overdosis heeft genomen. Hier is het, we worden goed opgevangen door een omstander. Goeiedag, niet schrikken van het kogelwerend vest. Hallo. Hé, hey, wat is er aan de hand? Ik was hier, ik liep langs en ik zie ineens dat hij hier op de grond ligt. Ademt hij nog? Weet ik niet. Ik zag wat witte bubbeltjes uit zijn mond komen. Misschien heeft hij een overdosis of zo. Oh, dat zegt Wim. Nou, misschien heeft hij een overdosis. Wij gaan voor hem zorgen. Ik ga eerst eens even zorgen dat ik... stikvest lang heb. Dan gaan we het OC even inlichten. Wil ik graag of als een ambulance deze kant op wil hebben. Ambulance. Assistance required in Rockford Hill. Meneer, hallo, goeiedag. Ambulance is ook te plaatsen. Wat is narcan? Wat is narcan? Hoi, je hebt het oude uniform aan, zie ik. In ieder geval, wij zijn ook net ter plaatse gekomen. Deze meneer hier achter jou heeft hem aangetroffen. Komt wat wit schuim uit zijn mond en ja, dat is dat. Wij narcan, ik ga dus opzoeken. Is er mond op mond halen? Dus, nee, hè? Even googlen. Wat? Is dat medicijn? Dat mogen wij niet toedienen. Whoa.
naloxon. Dat mag, dat is een neusspray geloof ik. Dat mag weer, hey Liffen. Dat mag Wim niet toedienen. Wim, je bent een stoute jongen. Mooie armoe, dat wel. Zo, nou ja, we gaan deze meneer maar even bedanken. Meneer, bedankt. Het beste, in ieder geval, soort van, doei, groetjes thuis. Hoi. Nou ja, gele verlichting onder het voertuig. De ene zegt wel aan de kant zetten, de andere niet. Maar over het algemeen zijn de meerderheid wel aan de kant zetten. Maar nu komt het tot je ze wel aan de kant kunt zetten. Maar dan krijg je niet... hij slingert ook wel. Hij doet ramen knipperlicht. Even in de gaten houden. Bumper kleven. Ja, dan zetten we hem wel eens aan de kant. Maar je kunt niet zomaar een bekeuring daarvoor geven. Hallo. Hi. Mij was een rijbewijs. Het jaar 2000. Ja, dat klinkt allemaal zo jong nog, hè? Maar eigenlijk ben je dan ook al gewoon 20. In dit geval is hij nog 19. Hij moet dit jaar 20 worden. Maar ja, dat is toch grappig. Hey, iets illegaals dan. Ja, dus in je voertuig, onder je voertuig. Dat zie ik trouwens een crimineel. Nee hoor. Jij gaat voor mij... In ieder geval wel het verzoek krijgen om... En, trouwens, het mag wel, maar niet op straat, openbare weg. Dus ga je wel een keuring voor krijgen. En dat wordt... ja, wat wordt dat? Careless driving maakt ervan. Ik weet niet, als jullie weten waar dit het beste onder valt, wat het beste hierbij past, laat het maar even weten in de comments. Of dat gevaarlijk rijgedrag is. Eigenlijk is dat het absoluut niet, hè. Roekeloos rijgedrag, ja, je hebt dangerous driving en careless driving. Dat soort dingen. Ik had hem trouwens nog even moeten blazen door het geslinger, maar dat denk ik nu ook pas aan. Dus laat maar even weten in de comments, want ik vind dat zelf ook altijd moeilijk. We've got a possible 211 in Pieter B, dat is wel heel ver weg. Dat is bovenaan in de stad. We've got a vehicular homicide on South Rockford Drive. Units respond code 2. Zien we hem nu wat sneller te pakken. Black. Ja. Ik twijfelde voordat ik hier twijfelde. Sowieso een van deze black. Wie gaat er vandoor? Wie gaat er vandoor? Oh, jongens. Oh, hij gaat hard. Ping. Hij gaat heel hard. Pak even donkergroen mee. Daar ligt die oude ladder ook nog steeds. Waar is het stuurtje in beeld trouwens? Heb ik een keer uitgezet, hebben we nog niet aangezet. Dus zeg maar of jullie dat leuker vinden. Dat heb ik al een keer gevraagd aan jullie. Liever aan of liever uit. Je ziet namelijk de snelheid niet meer. Je kunt ook alleen de snelheid instellen. En met het stuur in beeld zie je ook welke handelingen ik doe wanneer ik rem, hoe ik stuur.
hoeveel gas ik geef. Ja, de ene vindt dat super leuk, de andere geeft daar niks om en vindt er alleen maar een nutteloze opvulling in het scherm. Oh. Oké, dat wist ik niet. Zodra wij in de buurt zijn van het voertuig, kunnen wij de GPS-tracker die erin zit, want het is namelijk een gestolen voertuig, kunnen we die activeren of zoiets, of in ieder geval via die GPS-tracker zouden we kunnen activeren dat de motor wordt uitgezet. We gaan nu richting vliegveld. Het voertuig knalt achter op een ander voertuig. We komen in de buurt. Ja, we kunnen hem uitzetten. Oh, nee. Huh? Shit. Oké. Okay. We moeten hem laten gaan. Please back off and let the suspect go away. Keep your distance and follow the suspect using GPS location. Oké. Okay. Dus we moeten hem wel nog volgen, maar niet meer volgens achtervolgingsrichtlijnen ofzo. Oh nee, oh, 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 dat was verkeerd. Oh, dat was helemaal verkeerd. Ik wilde snel via hier gaan. Het plan lukt alsnog, maar ik ging eentje te vroeg al naar rechts. En dat besefte ik mij. En toen ging ik redelijk snel. Ik denk dat hij ergens bij een huis is aangekomen. Ja, daar staat hij. Hij is uitgestapt, shit. What the fuck, what the, what the, what the, what? Copy that, moving right now. Copy that, taking a look. Ik ga niet weer dood. Wim gaat niet twee keer dood in één video. Dat is één. Oh, er staan er veel. Ja, gewoon over op dodelijk vuur. Dodelijk vuur gewoon toepassen, jongens. Geen gezeik. Gewoon dodelijk vuur, die is hartstikke dood. Oh, die leeft nog. Die auto hoort hij erbij. Hoe kun jij nog leven, vriend? Overkant, overkant, overkant. Eigenlijk komt zo'n gang of zo bij. Maar die is in één keer dood, dat scheelt. Zo. Wat een melding, gek. Dit zag ik helemaal niet aankomen. Ik dacht... Nou, we gaan even kijken. Ik dacht, ik zet hem achter dat voertuig. Die verdachte, die is of hier... Die staat daar en dan kun je zeggen van hé, goeiedag, heb je toevallig die auto gestolen of reed je daar net in? En dan was het zo'n discussie van nee, ja toch wel, dan niet, ja. Maar dit hadden we niet verwacht. Oké, okay, goed, wel even nog. Zo zie je dus in deze situatie, als ik dit had geweten, had ik natuurlijk mijn kogel weer in het vest en 20.000 collega's erbij geroepen. Maar soms weet je dat nou eenmaal niet. Dus wij gaan het hier laten opruimen door een coroner. Nee, niet corona, coroner. En we gaan er een PD van maken. En dan ga ik je... Oh, die Audi is dood, kapot. Nou, die is al dood, zo te zien. 3, 2, 1. Piep. Zo, daar ben ik geschoten ook. Door een coroner, een lijkschouwer, die gaat het hier opruimen als je niet zelf door de trein wordt meegenomen. En dat gaat maar net goed, hè. Dat gaat... Ja, oké. Okay. En nee, nogmaals, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Zo, dat was een weer snelle outro. Een paar dagen trouwens, moet ik opletten wat ik zeg. Ik heb het gewoon echt super druk. En ik... ga ook eerlijk met jullie zijn. Ja, nee, dat. Ik weet niet of ik nog zoveel kan. Ja, ik upload al vrij weinig. Maar ik weet niet hoe lang het natuurlijk door kan blijven gaan. Het is nu een hele drukke periode voor mij. En dat heb ik ook al in december of zo aangegeven. Of misschien daarvoor zelfs al. Het blijft een drukke periode. En ik heb er gewoon niet meer zoveel zin in. Als ik al game, dan is dat of Call of Duty. Of 5M. Surveillance 's avonds. Nu zul je zeggen, ja dan neem je toch elke surveillance op. Maar dat is toch ook weer veel editwerk. Want er zijn altijd wel mensen die niet qua stem en zo in beeld, in video willen. Moet je die of weer eruit knippen of zorgen dat hun geen
geen melding samen met jou krijgen of er komt wat in de chat waarvan je denkt van nou jongens net niet, en dan moet je maar net weer achteraf herinneren als ja dat moest ik ook nog ergens uitknippen en plakken en noem maar op. Dus dat is ook niet heel handig. Maar dus nogmaals, als ik al game, en dat is heel weinig tegenwoordig, dan is het dat mag niet. Dan is het of 5M of Call of Duty, en ik ben echt niet goed in Call of Duty, dus jullie kunnen wel zeggen neem dat op, maar dat is echt niet leuk. Het is niet blooperachtig leuk, het is gewoon 50-50 qua doodgaan en kills en uiteindelijk rage quit ofzo. Niet zo hard rennen mevrouw. Nou, genoeg gelul op het einde, tot de volgende video. Joejoe.